Ik ben Tamara van Breden en ik heb de HAVO op het Terra gedaan, het Groene Lyceum. Nou, ik ben Maurice Wijker, ik kom uit Sneek. Mijn vooropleiding is MBO Mechatronica niveau 4. Onze projectopdracht was het maken van een bestuurbaar bootje. Daar hadden we bepaalde afmetingen voor gekregen en bepaalde eisen waar die aan moest voldoen. We moesten het bootje ontwerpen, moesten de software maken, de elektronica bedenken. Ook denken, ja, welke elektronica gaan we gebruiken. De grootste uitdaging was toch wel hoe ga je het bootje vormgeven. Wij hebben dan een 3D-printer gebruikt. Dat is ideaal, want je kan hem gewoon helemaal tekenen in SolidWorks. En dan print je hem eigenlijk gewoon uit. Het leukste aan het project vond ik toch wel de samenwerking die we hadden. Wij kenden elkaar allemaal niet van tevoren. En ik heb gemerkt dat wij hechter zijn geworden in het project. Vandaag gaan wij de bootjes demonstreren. Kijken of hij stabiel in het water ligt. Gaan ook even een wedstrijdje doen. Je hebt van iedereen verhalen gehoord hoe het met hun bootje gaat. En nu zie je ook echt hoe het eruit ziet. Dus dat is ook echt leuk.